heel veel van. Ik zie bij mijn eigen kinderen dat ze nu echt weer ouderwets op film willen werken. Ja. Ik was enig kind en woonde in een in Ridderkerk. Dat is een buitenwijk eigenlijk van Rotterdam, zeg maar. En eigenlijk een heel klein gewoon leven. Hoewel mijn jeugd, eigenlijk als ik terugdenk, altijd wel een hele magische tijd is geweest. Zeg maar. Dus één ding wat van mijn moeder heel goed in was, is om me enorm te stimuleren om dingen te maken, te bedenken. Dus als ik over mijn jeugd nadenk, denk ik wel zo'n wereld die ik grotendeels zelf maakte. Ik had ook wel een soort laboratorium waar allerlei dingen in en uit elkaar haalde. Mijn vader was totaal niet technisch. Maar hij was er wel door gefascineerd. Ja. Dus hij pakte altijd apparaten en die ging hij dan uit elkaar halen. Ja. Maar hij kon ze niet meer in elkaar zetten. Dus we hadden echt dozen met losse onderdelen. Losse snoertjes en spiegeltjes en lensjes. En daar ging ik dan zelf zogenaamde wetenschappelijke apparatuur van maken. Ja. Ik was de eerste in mijn gezin die studeerde. En niemand had een flauw idee wat dat was. Ik had ook echt geen flauw idee, dus voor mij was dat een grote sprong in de diepe. Ja. Ik was wel heel erg een serieuze student, maar een van de dingen wel gebeurde dat ik gekke manier op toen ik ging studeren eigenlijk mijn interesse voor mijn eigen vak begon te verliezen. Want ik was heel erg gemotiveerd, maar ik merkte gewoon van ik werd eigenlijk weinig uitgedaagd en ik zag heel weinig ruimte voor dingen voor mezelf. Dus op een gegeven moment ben ik eigenlijk een beetje vanzelf met de natuurkunde gestopt en ben ik gaan schilderen. Dus op een gegeven moment stond mijn hele huiskamer vol met schilderijen, niet met natuurkundige berekeningen. Ja. Ja. Die interesse weer teruggevonden? Ja, en het gekke manier, ik heb hem teruggevonden door te stoppen met de studie. Ik ben toen naar de Rietveld Academie gegaan. En toen voelde dat als een enorme bevrijding, want ik kon eigenlijk weer gewoon vrij nadenken over natuurkunde. Ik weet nog heel goed dat ik een keer gewoon een boekhandel binnenloop en zei, oh, ik kan naar die boeken kijken en het ligt helemaal geen druk op me. Ja. En toen begon dat vuurtje begon weer te branden. En dacht ik van, nou, ik wil weer terug, ik wil het wel gaan doen. Maar ik heb me wel voorgenomen, ik ga het echt op mijn manier doen, uit mijn eigen interesse. En dat heb ik wel vast weten te houden. Ja, daar was toen ook wel die ruimte voor, om het op je eigen manier te doen. Nou, ik heb hem eigenlijk genomen. Ja.